allemaal. Ik heb net een ontbijtje gemaakt. En dit. En ik ga zo even studeren, want ik heb dinsdag een tentamen. Hey allemaal, ik heb net even boven gezeten om te studeren. Ik heb van de helft van mijn college nu kaartjes gemaakt. Dus die kan ik dan straks gebruiken om mezelf te overhoren. Dus dat is heel fijn. Verder heb ik vanochtend best wel lang een soort planning gemaakt voor als ik naar Shanghai ga en naar Kuala Lumpur. Dus ik heb daar een beetje op ingelezen. En ik wil nu even gaan lunchen en gaan en naar de sportschool zo. En dan ga ik daarna weer verder met de rest van de colleges. Hey allemaal, ik ben onderweg naar de sportschool. Het is nu denk ik bijna een uurtje of één en de sportschool is alleen open vandaag tussen half één en half drie. Dus ik ben nog wel prima op tijd. Ik had een planning gemaakt en ik heb even één college extra gedaan voor het sport omdat ik er best wel goed in zat. En dat ging ook best wel snel. Ik hoef straks na het sporten nog maar drie colleges te doen in plaats van vier. Ik zat net wel in een soort stilteruimte op de 19e verdieping van het gebouw waar ik woon. En daar zaten op een gegeven moment van die meiden. Die zaten daar samen te werken. Terwijl er gewoon overal staat stilteruimte, niet samenwerken. En er is gewoon nog een aparte kamer waar je gewoon wel mag samenwerken. Die was leeg, dus ze hadden daar makkelijk kunnen zitten. En moest ik hen weer gaan aanspreken of ze stil zijn. Ik vind het altijd wel een lastige situatie. Want aan de ene kant wil ik niet zo iemand zijn die overal op zit te zeiken. Want vooral, het waren ook exchange meiden. En ik kende ze niet zo goed. Dus dan heb je ook alweer zo'n toon gezet, weet je wel. Als je dat dan meteen gaat vragen. Maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik het heb gedaan. Want ik heb daar nog best wel goed gewerkt. Ik kon me eigenlijk anders niet zo goed concentreren. Dus nu wel. Dus dat is chill. Ik ben flink opgeschoten, hè. Verder staat vandaag op de planning om samen te eten met een groep mensen. Een paar daarvan, daar was ik mee naar Beijing, dus dat is hartstikke gezellig. En Lau gaat ook mee. We gaan naar de Cheesecake Factory. Ik ken het persoonlijk niet, maar ik hoorde dat ze daar dus de beste cheesecake van de wereld hebben. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Dus wel goed dat ik nu eventjes ga sporten. Nou, zie jullie later jongens. Hey allemaal, ik ben net klaar met sporten. Super chill weer. Goed, ik heb best wel lang gesport. Ik moet hem. Oh, René Marie, even mijn horloge moet uitzetten. Die staat nog op activiteit. Het is nu bijna 3 uur. Dus ik moet een beetje opschieten. Want over een paar uurtjes heb ik afgesproken. Ik moet eten. En ik wil nog even mijn studie afmaken. Oh, dat is sowieso heel grappig. Ik zie er dus echt gewoon gesport uit en zo. En ik ben net geïnterviewd met een camera en zo erbij. Bijna toen ik de sportschool uitliep. Dus dat wordt. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet waarvoor het is. Had ik even moeten vragen. Nou ja, maar het was de vragen gingen over of ik wel eens naar mainland China ben geweest. En of ik wel eens naar. Een andere stad zou willen voor een korte exchange of zo in China. En ik zei ja, lijkt me heel leuk. Dus ik ben gewoon benieuwd waarvoor het is. Maar misschien kom ik wel nooit achter. Ik ga even snel naar huis. We zijn weer onderweg naar de Cheesecake Factory. En het regent. As usual, bijna. We zijn in Tim Tatje. Woehoe! Met de groepa. We zijn er, we moeten even in de rij wachten. Nou, je moet dus registreren eerst en dan moet je wachten. We moeten dus 2 uur wachten voor een tafel. Dus wat we gaan doen is, we gaan het doen, maar als toetje. Dus we gaan eerst even ergens anders eten. Dus dat denk ik het handigst. We gaan niet nu nog 2 uur wachten. Hoe laat is het? 7 uur of zo, ja. Nee, ik heb honger. We're are eating somewhere else because it was full. This looks very luxury. We're all of us in the lift. Perfect. We have some food. Oh my god, we zijn in de Cheesecake Factory. Het is heel mooi.
Bij het plafond. Hallo. Wauw, hier heb ik zin in. We zijn met z'n achter, toch? Wauw. Chocolate cheesecake, tiramisu, Oreo, fresh banana cream, lemoncelli, caramel pecan. Oh, daarachter staan ook nog allemaal. Oh. Craig's Crazy Carrot Cake Cheesecake, dat is die, wauw. Ziet er echt fantastisch uit. Now, when I take a look too. I'm so excited. Jongens, ik heb hier zoveel moeite mee om te kiezen. Gewoon, alles ziet er gewoon lekker uit. Ik twijfel een beetje, want ik wil die carrot cake, even kijken, dat is die daarachter. Die leek mij dus wel echt fantastisch. Maar ja, het lijkt heel erg op wat je ook in Nederland kan bestellen bij de drie graafjes. Even kijken, want je kan ook gewoon de binnenkant zien, dus dat is best wel nice. Ik twijfel echt heel erg. Het ziet allemaal heerlijk uit. Dit is mijn cheesecake. Ik heb voor de peanut butter gekozen. En het is, ze zei dat het een hele groot stuk was, maar ik vind het niet meegekozen. Dus misschien eet ik wel gewoon één keer op. Maar... What is this? Damn. What is this? What flavor is this? So pretty. Blauw? White chocolate. Look at that whipped cream. It's falling off. Eat it. Louis got the Oreo. It looks very big. Wow. Yeah. Enjoy. Enjoy everyone. Nou, dan gaan we. Dag, kaartjes. Het is echt heel lekker. Maar wel echt machtig. En die taart van mij zit gewoon 1250 calorieën. Ik heb hem niet helemaal op hoor. Neem me mee naar huis. Echt niet normaal. Hey allemaal, ik ben weer thuis van de Cheesecake Factory. Was echt super lekker, alleen dus echt best wel heftig. Ik heb hem ook niet helemaal opgegeten, dus hij ligt nu voor de helft in mijn koelkast. Dus dat voor later, chill. Ik ga nu snel slapen, want het is al 12 uur en ik moet nog de vlog van gisteren bewerken. Dus dat ga ik nu ook even doen. En dan post ik die meteen, online. En morgen hebben we een leuke dag op de planning, want dan gaan we naar Geopark. En ik weet niet precies wat het is. Het schijnt dus van UNESCO een soort natuurgebied te zijn. En we gaan er ook met een boot heen. Dus ik weet nog niet precies wat het allemaal inhoudt. En het is de laatste dagen ook best wel regenachtig in Hongkong. Dus ik hoop even afkloppen dat de zon schijnt morgen. Dat zou heel fijn zijn. Maar we weten het niet. Ik zie jullie morgen. Slaap lekker. Doei doei.